Nu kan ik de knop gaan modelleren. Dan begin ik met een referentieschets in de toplijn voor de knop. Dan neem ik eerst die contour uit het bovenvlak over met Convert Entity als constructielijn. En nu is het handigst om de solid bodies even helemaal te hiden. Bovencontour van de knop, dat wordt een soort ellips. Ik ga het wel tekenen met splines, dus het wordt niet echt een volledige ellips. Die komt op 1,8 mm van het front te liggen. En het knopje wordt 26 mm breed. Dan kan ik een spline tekenen om de contour aan te geven. Dus die maak tangent met die twee verticalen. En dan moet ik zorgen dat die vorm een beetje mooi past bij met die contour die ik net heb overgenomen. Even kijken. Dus dan moet ik een beetje spelen met die lengte van die hendels om dat er wat beter bij te laten passen. Nou, zo volgt hij die contour van die buitenvorm aardig goed. Dan spiegel ik hem gelijk naar de andere kant toe. Nee, dat doe ik trouwens niet. Even kijken. En dan ga ik ook een tweede contour tekenen. De bovenkant van de knop. En die gaat aan de achterkant van de rechterkant komt die 0,8 mm van de buitencontour te liggen. En aan de linkerkant komt die wel 4 mm vandaan te liggen. En dan teken ik een tweede spline. Ook weer tangent met die twee verticale lijnen. En die moet weer mooi passen bij die eerste spline qua vorm. Dus daar moet een mooi verloop in zitten. Even kijken. Nou, zo past dat er aardig goed bij. Ik ga straks in die vorm van die knop ga ik opbouwen met een loft. En dan wil ik ergens een soort van middenvlakje creëren waar ik een extra hulplijn op teken. Even kijken, die zet ik even op het oog in de goede richting. Nou, die zet ik dan op 12 mm vanaf de linkerkant. Schets kan ik afsluiten en die noem ik refknop top. Dan ga ik in het frontplane ook een referentieschets maken. Dan neem ik een aantal lijnen over uit die topschets. Kijken, verticaal moet die zijn.
als ik dan kijk in die vormholte en even de referentieschets op show zet, dan wil ik dat die in het midden, wil ik die lijn ook gaan overnemen als constructielijn. En die wil ik een offset geven naar beneden toe van 0,3 mm. De vorm van de knop in het frontaanzicht gaan tekenen, ook weer met splines. Hij krijgt een beetje een bolle vorm aan de linkerkant. Dan zoom ik even iets verder in om die hoogtemaat aan te geven. Aan de linkerkant 3 mm. En aan de rechterkant zet ik hem op 1/17. Even kijken. Kan ik die vorm nog iets aanpassen? Dan ga ik aan de linkerkant daar ook een spline tussen tekenen. En dan zoom ik nog iets verder in. Om even die vorm goed erin te zetten. Je krijgt ook een licht bolle vorm. Even kijken, niet te veel. En aan de bovenzijde teken ik ook een spline met een holle vorm. En die spline die vormt de buitencontour, dus dat wordt straks een projected curve ook weer. En ook dat knopje wordt hol, dus ik teken een tweede spline erin. En die komt daar net iets onder te liggen. Dus die vormt de lijn precies in het middenvlak straks. En daar maak ik even een constructielijn van. En dan teken ik ook nog een extra constructielijn tussen die punten. Waarmee ik straks een schuin vlak kan aanmaken. Om nog wat productgrafiek op het knopje aan te kunnen brengen. Even kijken. En dan staat hij er eigenlijk helemaal goed in. Dus deze schets noem ik dan refknop front. Het zijvlak van het knopje ga ik opbouwen met een surface loft. En daarvoor ga ik nou eerst een paar projected curves aanmaken. Dus ik start een nieuwe schets op het topplane. En dan neem ik die buitencontour over. En dan een schets op het frontplane. En dan neem ik die onderste contour. Lijn neem ik over. En met die twee schetsen maak ik een projected curve. Dan begin ik een nieuwe schets op het topplane en dan neem ik die binnenste over. Een nieuwe schets op het frontplane en dan neem ik even kijken die bovenste contour over. Nou hide ik even de referentieschets van het frontaanzicht. Want ik wil die bovenste contour, die wil ik wel iets verlengen. En dan kan ik die schets ook weer beëindigen. En van die twee schetsen maak ik ook weer een projected curve. Dus dan heb ik de boven- en de ondercontour van het knopje heb ik inmiddels staan. Dan moet ik alleen die guide curves nog even schetsen. Dus een schets op het frontplane waarin ik de
linker curve overneem. En dan had ik die hulplijn in het top aanzicht geschetst. En daar ga ik eerst een vlak mee aanmaken. Even kijken, dus ik selecteer dat punt en de right plane. En met die twee, via Insert Reference Geometry, kies ik een right plane. Of een hulplijn, moet ik zeggen. Dus ik heb nu een plane aangemaakt wat precies over deze hulplijn haaks daarop ligt. En op die plane open ik ook weer een schets. En dan teken ik een spline die ik een piersrelatie geef met die ondercontour en met die bovencontour. En dan kan ik het best even haaks hierop kijken. Even kijken. Zodat ik de juiste bolling daarvan kan instellen, want hij moet niet te bol worden. Kijken, ja, en dan ga ik tenslotte nog een schets op het frontplane maken en dan neem ik die rechter curve over, dan zet ik de referentieschets even uit, allebei. Nou, dan is te zien dat het raamwerk van de loft er helemaal in staat. Selecteer ik als profiles die drie schetsen en als guide curves die twee curves. En bij de constraints start ik normal to profile en eindig ik normal to profile. En dan zou die loft goed moeten zijn. Goed, nu ga ik een hol bovenvlak maken. Als ik dan de referentie van het frontaanzicht weer... Oh nee, wacht, dat is top. Referentie van het front van het knopje weer even aanzet. Een nieuwe schets start op het frontplein. Dan neem ik die onderste contour over. Ik zie trouwens dat hij wel heel dicht bij die bovenste contour ligt, dus dat ga ik zo nog even een beetje aanpassen. Maar ik ga allereerst nu even een extruded surface maken, als hulpsurface om straks dat bovenvlak te kunnen modelleren. Even kijken, dan pas ik die referentieschets even aan. Zorg dat het knopje iets meer holling krijgt. En dan zet ik die referentieschets, die hide ik weer even. En met de functie, even kijken, patch boundary, fill surface, kies ik die twee contouren. En dan zorg ik dat die bij die middenlijn curvature aansluiting krijgt. En die extrude die kan ik weer hiden. En dan staat de hoofdvorm van het knopje, die staat inmiddels. Dan ga ik het knopje aan de onderkant nog een beetje verlengen. Dus dan open ik een 3D schets waarbij ik die ondercontour overneem. En dan maak ik een extruded surface van haaks op het topplein, maar wel naar beneden. En dan geef ik hem ook een
draft. Nou, de lengte maakt nu niet zoveel uit. Ik maak hem in eerste instantie gewoon even te lang. Dan ga ik hem afsnijden met een bodemvlak. Even kijken. Dan zet ik hem even op de front view. En dan maak ik de referentie van het front weer even zichtbaar. En dan open ik een nieuwe schets op het frontplane, waarin ik die onderste contour overneem als constructielijn en vervolgens een offset naar beneden geef van 2 mm. Dan maak ik ook weer een extruded surface van. Hij moet in ieder geval langer zijn dan het knopje, bijvoorbeeld 12 mm. En die twee surfaces die trim ik. Mutual, even kijken. Ik weet niet precies wat hij geselecteerd heeft, maar ik wil in ieder geval die en die hebben. En remove de onderkant en de zijkant. En dan heeft hij er een bodemvlak aan gemaakt. Referentieschets hide ik even. Nou, die drie surfaces die spiegel ik in het frontvlak. Even kijken, features, mirror. En ik knit hem nu niet, omdat ik er met de aparte knit functie wil ik er ook weer een solid van maken. Even kijken, surfaces, knit, try to form solid. Dus heeft hij een massief knopje aangemaakt. Ik heb nou een massief knopje gemaakt wat verdwijnt in de hoofdvorm van het handvat. Dus ik moet nu een surface aanmaken waarmee ik straks een holte in dat handvat kan snijden waar dat knopje precies in past. Dus ik selecteer die zijvlakken van het knopje en de bodemvlakken en dan met surface offset geef ik een offset van nou bijvoorbeeld 2/10. Hij moet iets groter zijn dan het knopje. Dus ik heb nu een surface gecreëerd waarmee ik straks het handvat kan uitsnijden. Als ik dan solid even hide, dan wil ik dat die zijvlakken in ieder geval wel. Even kijken, waar zitten ze? Die zijvlakken die wil ik wel dat die hoog genoeg komen, zodat ze door de hele body van het handvat heen snijden. Dus die randen die extend ik iets, nou bijvoorbeeld 3 mm. Dan kan ik vervolgens dat surface wat ik aangemaakt heb even tijdelijk hiden. Knopje zet ik weer aan. In de bovenzijde van het knopje wil ik wat productdetaillering aanbrengen. En dan wil ik dat hij een bepaalde diepte krijgt. Dus ik maak een offset surface aan. Even kijken, 0,2 mm, ja dat is goed. Maar dan naar beneden toe. En als ik nu de referentieschets van het knopje even zichtbaar maak, dan had ik daar een bovenlijn aangegeven waarmee ik samen met het frontplane een hulpplane kan aanmaken, haaks daarop. Waarop ik die productgrafiek kan tekenen. Dus als ik een nieuwe schets op dat nieuwe plane open, even kijken, en dan wil ik ook even haaks op dat plane kijken. Precies de verkeerde kant. Dus nog een keer, ja, de bovenkant wil ik zien. Dan wil ik die contour even overnemen als constructielijn. En dan ga ik de vorm van die productgrafiek erin tekenen. Ik gebruik even wat hulplijnen voor.
dat vormpje dat komt op 2,5 mm van de voorkant. Horizontaal deel in. Dat krijgt een totale breedte van 1 mm. Ik ga straks het hele vormpje spiegelen in die middenlijn. Aan de achterkant komt er een tangent arc. Even kijken. Die moet precies tot de middenlijn lopen. Kijken waar het middenpunt zit. Ja, die moet natuurlijk ook op die middenlijn zitten, want die moet straks helemaal rond doorlopen. En aan de voorkant ga ik een spline tekenen. En die maak ik zowel tangent met de horizontaal, als dat kan. En ook met de verticaal aan de voorzijde. Ja, en om die vorm iets beter te maken, voeg ik een splinepunt toe. En dan kan ik dat derde splinepunt ook nog even bematen. Goed, en dat vormpje dat spiegel ik in de middenlijn. En dan kan ik daar een, even kijken, waar zit die extruded cut mee maken. Die moet de andere kant op gaan en niet blind, maar up to surface. En dan kies ik dat offset surface wat ik net heb aangemaakt. Even kijken, waar zit die surface offset. Als ik dan even kijk naar het resultaat, dan heeft hij dus... dat vormpje heeft hij naar beneden uitgesneden tot dat offset surface wat precies 0,2 mm lager zat. Nu ga ik een paar fillets aanbrengen en dan is het knopje klaar. Even kijken. 0,5 mm op de binnenkant en ook op de buitenvorm. Nee, dat mag al 2/10 zijn op bovenrandje. Goed, het knopje is nou klaar. Dus die hide ik even en dan maak ik de hoofdvorm weer zichtbaar. En nu moet ik een holte daarin maken voor het knopje. En daar had ik al een surface voor aangemaakt om hem mee af te snijden. Dus als ik de functie cut with surface kies en dan het handvat selecteer, dan heeft hij die holte aangemaakt. Even kijken, dan kan ik het beste dat surface weer even hiden. En is te zien dat er een vormholte is ontstaan voor het knopje. Dus als ik nu het knopje weer zichtbaar maak, dan is goed te zien hoe het knopje nu verdiept in de hoofdvorm ligt. Dan is alleen dat randje wel erg scherp, dus daar zet ik ook even een fillet op. Kijken, 0,2 mm, ja, lijkt ongeveer wel goed. Ik
Daarmee is het handvat met de release knop klaar.